Gastera Flames is gisteren voor de vierde keer in de geschiedenis van de club landskampioen geworden. In de beslissende zevende wedstrijd werd SPM Shooters uit Den Bosch verslagen met 76-68. Na het laatste fluitsignaal was de vreugde en opluchting bij de ploeg van coach Kaelin groot. After winning the cup game, I thought you couldn't beat that feeling, but I was wrong. This is probably one of the best feelings I've felt. Het hele seizoen hebben we gewoon fantastisch gespeeld. En we moesten deze laatste wedstrijd moesten er gewoon staan en we stonden er. Dus dat is gewoon fantastisch. Heel het jaar werd naar dit moment toegeleefd. Nu het zover is, valt het nog moeilijk te bevatten. Ja, ik kan het niet opschrijven. Als je het me zou vragen, ik zou niet weten hoe ik het moet opschrijven. Het voelt gewoon zo geweldig. Ik ben heel trots op mijn team. We zijn echt een team gebleven het hele jaar lang. En het voelt gewoon geweldig. You don't know, would you cry, would you smile, would you jump or would you sit? You don't know what you would do. I was speechless, honestly. Like, I really didn't have nothing to say. I was more so happy inside and just like, I can't believe all this happened for me. So all I can do is thank God. Blijdschap. Blijdschap en trots. Trots op mijn team. Trots op de mensen waarmee we heel seizoen hard gewerkt hebben. Aan het begin van de wedstrijd zetten routiniers Arvin Slachter en Jason Dourisseau de toon en geven daarmee een signaal af aan de rest van het team. Er geldt deze wedstrijd maar één ding en dat is kampioen worden. De Groningen spelen gecontroleerd en bij rust staat het 36-30. De eerste helft speelden we goed. Ja, met 6 puntjes de rust in en na de rust, ja, de vlieger uit de startblokken. Na rust maakt Flames een run van 19 punten. De opgebouwde voorsprong wordt daarna vastgehouden en na drie kwart te spelen staat het 60-41. In het vierde kwart probeert Den Bosch nog wat terug te doen. Onder leiding van Akerboon en Wessels komt Shooters weer binnen de 10 punten. Maar echt spannend wordt het niet meer. Flames zelf twijfelde dan ook geen moment aan de overwinning. Ik had alle vertrouwen dat we zouden halen, maar goed, je moet wel scherp blijven. En zij kwamen nog heel dichtbij, dus het is mooi dat we gewoon een grote voorsprong hadden. Arvin Slachter wordt verkozen tot de meest waardevolle speler van de finale. Zijn tweede individuele prijs dit seizoen. Eerder werd hij ook al de MVP van het reguliere seizoen. In dit succesvolle seizoen won Slachter ook al de beker met Flames. Een unicum in de Dutch Basketball League. We hebben dit jaar een unieke prestatie geleverd, denk ik, met en een beker en een... En een kampioenschap, dus dat is prachtig. Feels perfect. This is great feeling to be a champion and to win a cup in the same season. I cannot describe. Het voelt echt formidabel. Ik ben zo blij om het dubbel te pakken. Dat is gewoon iets wat elke speler van wil dromen. Vanavond om 19:30 wordt Flames gehuldigd op de Grote Markt. Iets waar al veel over gesproken is, maar waarvan alleen Jason Dourisseau weet hoe het er echt aan toe gaat. I really don't know the spec. I didn't go to the FC Groningen thing, so I really didn't see it. But I'm ready to enjoy the time. I'm really looking forward. And I from the time I came here, they have been always talking about Grote Markt, Grote Markt, Grote Markt. So tomorrow I'm expecting to see how it is to be on Grote Markt. So guys, don't disappoint me.